Nou, het begint met een grote klap in het ensemble. Als je een stuk wilt gaan componeren, dan kan het ook heel erg handig zijn om in je hoofd alvast een soort sfeertekening te hebben. Nu horen jullie een stuk, en dat is een stuk van mij, Timba heet dat. Nu krijgen we kleine tikjes in de piano, steeds sneller worden en steeds hoger ook. Een enorme knal op een glasplaat die aan stukken wordt gejenst. En het lijkt bijna een soort strip waarin je iets heel gewelddadigs ziet. En daaruit komen weer hele zachte pianoklankjes voort. Kijk, als je gaat componeren, dan heb je in je hoofd natuurlijk van allerlei klanken zitten. Maar die zijn allemaal nog niet gestructureerd, het is allemaal vaag. En op het moment dat je bedenkt van, hey, hoe zou dat gaan klinken en hoe zou dat er op papier uitzien, dan kun je dat natuurlijk gaan visualiseren. Ik gebruik het zelf ook vaak, ook mijn student op het conservatorium, daar zeg ik ook vaak tegen, teken het eerst, dan heb je een houvast. En het werkt echt.